Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Pove. Vanavond het 15e deel, ontsnappingsplannen. Mitch en Jimmy, die er door Jeff Morgan op uit waren gestuurd om een bed te halen voor de gewonde Paddy Flynn, keerden maar niet terug. Blijkbaar waren ze verdwaald. Toen Paddy inmiddels overleden was, besloten Jeff en ik op zoek te gaan naar de verdwaalde. Maar ook wij ondervonden dat het ondoenlijk was de weg in die doolhof van elkaar kruisende, volkomen op elkaar lijkende gangen te vinden. Het duurde niet lang of wij wisten niet meer waar we ons bevonden. Opeens stoten wij op een groep aangepaste leden der bemanning die op weg waren naar een van de hangars waarin de vliegende bollen waren geborgen. Wij sloten ons, blijkbaar zonder dat dit tot hen doordrong, bij hen aan en kwamen via een luchtsluis in de hangar, die niets anders was dan een krater, aan het oppervlak van de asteroïde. In de wanden van de luchtsluis waren verschillende deuren die toegang gaven tot vertrekken waarin ruimtekostuums werden bewaard. Evenals de bemanningsleden trokken wij beiden zo'n kostuum aan. Daarna begon ieder lid van de bemanning terstond aan de hem opgedragen taak. Wij maakten van die gelegenheid gebruik om een grote vliegende bal die zich daar bevond van buiten en van binnen te bestuderen, in de hoop dat het ons zou lukken erin te ontsnappen. Toch blijkbaar had ons onderzoek te veel tijd in beslag genomen, want toen wij weer buiten kwamen, was er niemand meer in de krater. Dat is vreemd. Ik zie niemand meer. Nou, laten we teruggaan naar de luchtsluis. Misschien vinden we daar wel een paar mensen. Ja, is goed. Zegt Jeff. Ja, Doc, wat is er? De buitendeur. Naar het inwendige van de asteroïde. Is dicht. Dicht? Ja. Lieve hemel, je hebt gelijk. Ja. Kom, ga er naartoe. Ja, voorzichtig. Hard lopen. Nee, loop niet zo hard. Harder. Jeff. 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 Is hij niet meer open te krijgen? Nee, Doc. Hij wordt immers op afstand bediend. Ze hebben ons buiten gesloten. Buiten. Op de asteroïde. Hallo. Hallo, hoort u mij? Hallo. Ja, wie roep je eigenlijk? Die Martial natuurlijk. Hem konden we immers duidelijk horen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij ons hoort. Maar waarom niet? Trouwens, hij moet die deur hebben gesloten. En als hij ons hoort roepen, maakt hij hem misschien weer open. Hallo. Hallo. Ja, maar waarom zou hij hem openmaken? Neem eens aan dat we aangepast waren. Dan liet hij ons toch zeker niet buiten staan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar juist het feit dat wij niet aangepast zijn, zou voor ons wel eens noodlottig kunnen worden. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk eens, die aangepaste mensen gehoorzamen letterlijk aan hun gegeven bevelen. Ja. Niet waar? Ze hadden de opdracht om hier te doen wat ze moesten doen. Ja. En dan terug te gaan naar de luchtsluis. Ja, ja. De Martiaan wist waarschijnlijk precies hoe lang dat zou duren. En dus sloot hij de deur toen die tijd om was. Ja, maar ze zijn hier nauwelijks een kwartier geweest. In zo'n korte tijd kunnen ze toch hun werk niet gedaan hebben? Ja, dat hangt er maar vanaf wat ze te doen hebben gehad. Ze moesten de hangar hier in orde brengen voor de aankomst van asteroïde 786. Weet jij wat ze daarvoor moesten doen? Nee, ik dacht dat ze minstens hier zouden blijven tot dat ding geland was. Nou ja, blijkbaar was dat niet nodig. Nou, daar zitten we nou, in de krater, onder de blote hemel. We hebben geen flauw idee hoeveel zuurstof onze ruimtekostuums nog bevat. Of wanneer die deur weer open gaat. Nou, in elk geval hoeven we niet bang te zijn dat we zullen stikken of verhongeren. Zo nodig kamperen we in de bol. Ja, maar Mitch en Jimmy en Frank. Hoe kunnen we hun laten weten waar we zijn? Ja, ja, dat is de moeilijkheid. En dan als die bol van de asteroïde 786 landt, wat dan? Ik hoop maar dat dat gauw gebeurt. Dan moet die deur immers open om de bemanning binnen te laten. Ja, maar wie zal er aan boord zijn? Op zijn minst één niet aangepast individu. Ja. Nou, als die ons ziet. Ja, ja, ja. Zeg, Doc. Ja? We moeten naar buiten. Naar het oppervlak van de asteroïde. Uit die krater hier klimmen? Ja. Waarschijnlijk doet Frank op het ogenblik moeite om ons te vinden. Als hij het oppervlak op het scherm krijgt,
dan bestaat er meer kans dat hij ons ziet dan wanneer we hier blijven. Hier kunnen al die bollen ons aan het oog onttrekken. Jawel, die klimpartij zal niet makkelijk zijn. De wanden van de krater zijn nogal steil. Jawel, maar daar ginder zijn de tamelijk ruw, hè? Ik denk dat we daar zeker genoeg steunpunten voor handen en voeten vinden. Nou ja, goed, maar als we nou eens gebrek aan zuurstof krijgen, hè? Nou, we hoeven niet verder te klimmen dan tot aan de kraterrand, hè? Dan kan Frank ons duidelijk zien. Ja. En als je gebrek aan zuurstof begint te krijgen, dan merk je dat in alle geval bijtijds. Dan kunnen we, zo nodig tenminste, nog altijd naar de bol gaan. Nou ja, nou, vooruit dan maar. Nou, hierheen en klimmen. Ja. Ja, kom maar. Zeg, Doc. Ja? Hoe wijd denk je dat die krater is? Nou, ruw geschat, een 700 meter, denk ik. Ja. Wel? Gaat het, Doc? Ja, Jeff, ja. Ik ben nog steeds een paar meter achter je. Mooi, mooi. Hoe hoger we komen, hoe gemakkelijker het is, hè? Ja. Steunpunten zijn er genoeg. Jammer dat er bij die kostuums niet een eindtouw of kabel is, zoals bij de onze. Dat zou praktisch geweest zijn. Ja. Nou, het is nog maar een meter of 6, 7. Goed zo. Het is toch prettig dat we zo weinig wegen, hè? Als we zoveel wogen als op de aarde, dan hadden we het nooit gehaald. Ja. En als we een val hadden gemaakt, dan waren we zachtjes omlaag gezweefd. Ja. Ja. Nou, we zijn er bijna. Nog even. Ja. Zo, ik ben er. Nou, geef me maar een hand, Doc. Dan trek ik je omhoog. Ja, goed. Maar denk erom niet te hard, hoor. Ik voel er niks voor om de ruimte in te schikken. Nee. Zo, alsjeblieft, ben je klaar? Ja. Hier, mijn hand. Ja. 1, 2. Hop. Daar sta je. Dank je. Ziezo, daar zijn we. Nou, die asteroïde is net een klein maantje. Ja. En deze krater lijkt me een van de grootste. Ja. Zeg, wat denk jij, Doc? Zou die door de natuur gevormd zijn of uitgegraven? Nou, ik weet niet. We denken dat hij er nogal natuurlijk uitziet. Ja. De bodem ervan is anders mooi. Effen. Ja, nou ja, die zullen ze wel wat bijgewerkt hebben. Ja, dat denk ik ook. Nog nergens last van, Doc? Nee, Jeff. Waarom vraag je dat? Nou, voor alle zekerheid. Zeg, Doc. Ja? Nou, we hier toch zijn, kunnen we er best een eindje omheen. Wacht eens even. Kijk daar eens. Waar? Daar ginder, aan de horizon. Wat zou dat zijn? Hé? Hey. Zeg. Ja? Dat lijkt me een soort uitkijktoren. Ja? Huh? Vrij hoog, zou je zeggen. Stukken van ligt nog achter de horizon. Ja, waar zou die voor dienen? Weet ik het. Dat bovenstuk, dat lijkt me helemaal van glas. Ja. Er brandt ook licht. Ja. Zie je die zwakke blauwe schijn? Zeg, zouden we erin kunnen? Wat, van buitenaf bedoel je? Ja. Ja, misschien wel. Het lijkt me niet onmogelijk. Huh. Wie zou daarin zitten? Nou, ik weet het niet. Als het aangepaste zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken. Die kunnen we bevelen, ons binnen te laten. Ja, gesteld tenminste dat er een toegang is van buitenaf. Ja. En als het nou eens geen aangepaste zijn? Nou, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Dan is het ofwel de Martiaan, dat zou een lelijke tegenvaller zijn. Ja, licht. Ofwel Jack Evans, waarmee Paddy zo graag had dat we kennis maakten. Ja, en die ons zou willen helpen. Ja. Zeg, zullen we erop wagen, Doc? En erheen gaan? Of hier blijven in de hoop dat die deur in de krater nog eens open gaat? Nee, laten we er maar op wagen, Jeff. Ja. Lukt het niet, dan kunnen we altijd nog terug, niet? Goed, kom mee, dan gaan we. Intussen bevonden Mitch en Jimmy zich nog steeds in de controlecentrale, in gezelschap van de gouverneur van Maanstad. Dat immers was het vertrek in de toren. Toen zij geweigerd hadden hun medewerking te verlenen aan het Martiaanse invasieplan, had de gouverneur hun gezegd dat zij daar opgesloten zouden blijven. De controlecentrale was een groot rond vertrek dat zich boven in de hoge uitkijktoren bevond. Het leek een soort vuurtoren, alleen veel ruimer. Het vertrek was vol instrumenten van allerlei soort. Er waren visiofoons, zoals die waarmee wij hadden geëxperimenteerd, en die het mogelijk maakten elke afdeling van het vaartuig gade te slaan en ermee te spreken. Er waren controleborden die aansluiting gaven op de controletafels, die bediend werden door de aangepaste bemanningsleden in de ondergrondse vertrekken. Daardoor was het mogelijk bepaalde koersen uit te zetten, vaart te minderen of te vermeerderen,
of het vaartuig in een vaste baan te leggen om een hemellichaam in welks nabijheid het zich bevond. Hier was inderdaad het centrale zenuwstelsel van de asteroïde, zoals op de brug van een oceaanstomer. De ondergrondse controlekamers zou men kunnen vergelijken met de machinekamers in een schip. Maar hun taak omvatte veel meer. Daarboven moesten ze, wilde de asteroïde correct functioneren, volkomen gecoördineerd werken. Voor die coördinatie, dat perfecte samenspel van besturings- en navigatiemanoeuvres, zorgden de Martianen. Dit alles deelde de gouverneur van Maanstad aan Mitch en Jimmy mee. Want ondanks het feit dat hij weigerde hun de vrijheid te geven, en ondanks Jimmy's vaak scherpe uitlatingen, behandelde hij zijn gevangenen heel geschikt en aarzelde geen ogenblik om hun vragen met betrekking tot de besturing van de asteroïde zo volledig mogelijk te beantwoorden. Op een gegeven ogenblik stelde Mitch hem de vraag die onvermijdelijk komen moest. Ik krijg de indruk dat jij het bent die op deze asteroïde het bevel voert. Dat jij de gezagvoerder bent. Eerste stuurman zou een juistere term zijn. Wie is de gezagvoerder hier? Jack Evans? Jack Evans ben ik. Jij? Wat? Maar Paddy Flynn vertelde ons dat Jack Evans een rebel was, net als hij zelf. Paddy Flynn was een uitstekend ruimtevaarder, maar ook een dwaas. Hij dacht dat hij naar de aarde kon terugkeren. Natuurlijk kon hij zich niet realiseren hoe lang geleden hij de aarde verlaten had. Jij wist dat hij een rebel was. En je deed er niets tegen. Ik wist toch dat zijn plan nooit kon lukken. Hij zou niets ondernemen voordat hij de aarde had bereikt. En tegen die tijd zou hij netjes opgeborgen zijn, zodat hij geen onheil kon stichten. En intussen hield jij je tegenover hem alsof je ook een rebel was. Tja, zo voelde hij zich gelukkig. En gelukkige mensen werken goed. Zijn kans om een opstand te ontketenen op deze asteroïde waren even groot als jullie kans om nog ooit op aarde terug te keren. Oh, dankjewel. Ja, maar hoe staat dat met het rebellenlied dat hij de bemanning geleerd heeft? Wat zou dat? Zou het feit dat ze dat zingen hun niet zeggen? Och, de hele bemanning is aangepast. Je zou ze net zo goed een Chinees lied kunnen leren. Dat zouden ze dan ook zingen, als het hun tenminste bevolen werd. Ja, maar dat lied spreekt hun toch over de aarde. Heeft dat er geen invloed op hen? Herinnert het ze helemaal niet aan de planeet waarop ze geboren zijn? Maar mijn beste Mitchell, voor een aangepast iemand is Mars de aarde. Ja. En daar komen ze vaak genoeg. Telkens wanneer ze op Mars landen, denken ze dat ze thuiskomen. Oh, ja, ja, ja. Juist zoals die zogenaamde schapenfokker in de Argierenwoestijn. Oh, ja. Die meende dat hij in de Australische Rimboe zat. Tja, ja. Het gaat eigenlijk maar om de geestesinstelling. Ze zijn waar ze menen te zijn. Als Jimmy Baan het aangepast was, en ik zei hem dat het oppervlak van de asteroïde daar buiten de Theemsoever was, zou je dat geloven? Ja. Je meent het. Hij zou het zo zien. Hij zou niet beter weten. Ja. Zegt die Martiaan beneden, is dat ook maar een geestesinstelling of bestaat die werkelijk? Voor de aangepaste bestaat die werkelijk. Ja. Voor Paddy bestond die trouwens ook. Paddy wist ook niets af van het bestaan van dit vertrek hier. Hij was hier nog nooit geweest. Ja, alles goed en wel, maar dat is nog helemaal geen antwoord op mijn vraag, niet? De meeste bevelen die u die stem hoort geven, zijn inderdaad afkomstig van een Martiaan. Ja, maar die vent die die bevelen geeft, wie of wat is dat dan? Dat heb ik toch al verteld. Dat is een reusachtig brein. Nou ja. Niks anders? Nee. Oh. Als ik nou eens kon kijken in dat grote bouwsel daar beneden, wat zou ik dan te zien krijgen? Een enorme elektronische apparatuur, waar jullie of ik met ons verstand niet bij kunnen. Is dat dan eigenlijk een Martiaan, een massa elektronische instrumenten? Op deze asteroïde, ja. En die stem dan? Die komt ook uit dat vertrek. Ze bestaat uit serische elektrische impulsen. Ja, maar je krijgt toch de indruk dat het of hij kan denken? Dat kan hij ook. Ongeveer op de wijze waarop de elektronische rekenmachines op aarde denken. Of die welke u aan boord van de pionier had. Ofschoon dat maar simpele telraampjes zijn vergeleken bij deze. Ja, dus het is helemaal geen Martiaan, alleen maar een reusachtig elektronisch brein. En stel jij het in werking? Grotendeels wel, al krijg ik er ook bevelen van. Huh? Wat zeg je nou? Wil je nou beweren dat iets dat je bedient, een machine, jouw bevelen geeft? Ja, en ik ben zo verstandig ze op te volgen. Dat is niet om te geloven, Mitch. Maar zouden ze het merken als je de bevelen niet opvolgt? Jazeker. Maar wie heeft dat ding dan eigenlijk gebouwd? Gebouwd is het door aangepaste werklieden die daarvoor zijn opgeleid. Ja, maar wie heeft het dan ontworpen? Wie? De Martianen. Ze ontwerpen alles.
maar laten de handenarbeid verrichten door aangepaste arbeiders. Echte heersers, hè? Zeg maar, dan is dus dat verhaal dat zich aan boord van iedere asteroïde een Martiaan bevindt, maar onzin. Nou, eigenlijk niet. Wat? Dat elektronisch brein vertegenwoordigt de Martianen. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat het op hetzelfde neerkomt alsof er een Martiaan aan boord was. Ikzelf sta door middel ervan in contact met de Martianen. Is het dan ook nog een radioontvangtoestel? Ontvanger, zender, rekenmachine, alles tegelijk. Oh. Het doet alles wat een mens zou kunnen doen, alleen een miljoenmaal zo vlug. Ja. Het geeft zelfs antwoord op vragen. Vragen? Nou ja, maar wat voor soort vragen nou? Kijk, vraag het nou maar wat je wilt. De datum, het uur, van alles. Ga je gang maar. Doe het eens, doe het eens. Hoe groot is de afstand van hier tot Mars? De afstand tot Mars bedraagt 2.880.530 en een halve kilometer, 530 en 16e, 530 en 17e, 530 en 18e. Waarom doet u dan nou telkens 100 meter bij? Dat komt omdat wij iets achterblijven bij Mars. Oh, zo doen we. De baan om de zon, waarin wij ons nu voortbewegen, is namelijk iets ruimer dan die van Mars. Maar veel verschil maakt het niet uit. Doe me lol. Doordat jullie de asteroïden zo snel vaart hebben doen minderen, is het hele mechanisme min of meer ontzet. Geluk dat je niet meer schade hebt aangericht. Zeg maar, hoe kan die reparatie-asteroïde ons eigenlijk vinden? Die volgt de baan van gerichte radiogolven die wij uitzenden en vliegt dus automatisch op ons toe. Het elektronisch brein is in staat het tijdstip van zijn aankomst tot op de minuut nauwkeurig te berekenen. Als je het vragen wilt. Ja, mag ik? Ja, als het je interesseert. Ziezo, ga je gang. Ja, hoe moet ik het vragen eigenlijk? Oh, je vraagt gewoon om de inlichtingen die je verlangt. Oh ja, nou. Hoe laat komt asteroïde 786 hier aan? Zeg, zijn dat nou zijn hersens die horen werken? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ongelooflijk. Nu komt het antwoord. Berekend de tijd van aankomst van asteroïde 786 bij asteroïde 734 is 47 uren en 52 minuten. Een vliegende kolom in krater 5 zorgt dat de voorbereidingen voor de landing tijdig worden verricht. Dat laatste heeft toch niemand gevraagd? Dat merkwaardig. Oh, dat is een gewoon routinebericht. Het komt vaak voor dat nadere inlichtingen die verband houden met de gestelde vraag meer verstrekt worden. Oh, ja. In dit geval is de krater al in gereedheid gebracht. Ik heb er een uurtje geleden een groep personeel heen gestuurd. Waar is die krater 5 ergens? Die ligt op de rand van de horizon. Ja. U kunt hem van hier nog net zien. Kijk, hè. Kom maar hier dan, wijs ik hem aan. Ja. Daar. Zie je daar die donkere ovale plek? Ja. Wel, dat is de krater die we ook wel Hangar 5 noemen. Is het dat? Mm-hmm. We zijn er te ver vandaan om zo'n bodem te kunnen zien. Anders zag u de vliegende bollen die erin ondergebracht zijn. En de vliegende bollen, het asteroïde 786, die landt daar? Ja, ja. Jullie zullen het zien. Wil je daarmee zeggen dat we over 2 dagen hier nog zitten? Zeker. Jullie blijven hier totdat je overgebracht wordt naar 786. Wat? Oh. Zeg, en Jeff, de dokter en Frank dan? Oh, die laat ik te zijner tijd wel oppikken en overbrengen naar de Hangar. Eén ding moet ik tot je eer zeggen. Je hebt de zaak verduiveld goed georganiseerd. Inderdaad. Ongelooflijk. Je ziet wel hoe volkomen machteloos jullie zijn. Ja. Als jullie maar met ons wilden samenwerken, wat zouden jullie dan een bevoorrechte positie kunnen innemen? Ja. Ja, gesteld nou eens, hè, dat wij wilden meewerken. Welke baantjes kregen we dan? Nou, Jimmy. Maar nee, laat nou eens even horen wat hij ons te bieden heeft. Nou. Captain Morgan zou in Paddy's plaats de leiding van sectie 1 krijgen. Klinkt niet gek. De dokter zou hoofd van de ziekenafdeling worden. En ja. Voor jou en Mitchell zouden ook wel geschikte baantjes te vinden zijn. Oh, wel leuk. Ja. Maar van het grootste nut zouden jullie voor ons kunnen zijn op de maan. Op de maan? Wij zijn van plan daar een kolonie te stichten die veel groter is dan iemand op aarde zich ooit heeft kunnen voorstellen. Daar zouden jullie werkelijk goed werk kunnen doen. Oh, prettig. En goed voor beloond worden ook. Zeg, dat klinkt reusachtig. Ja. Wil je er eens over denken? Nou, nee, dat nou niet, hoor. Ik wilde alleen maar even weten welke plan jullie eigenlijk hadden. Neem nou een goede raad van mij aan en denk er wel eens over.
Jullie hebben nog 48 uur de tijd om een beslissing te nemen. Totdat 786 er is? Juist. Vergeet niet, jullie kunnen niets doen om de aarde te redden. Maar jullie kunnen heel wat doen om jezelf te redden. Te redden, waarvan? Van een arbeid die een eindeloos aantal jaren duurt... in een van de ondergrondse werkplaatsen op Mars. Geen erg prettig vooruitzicht, wel? Nee, daar heb je gelijk in, broer. Dat ziet er nou even onaantrekkelijk uit als jezelf. Natuurlijk waren Jeff en ik onbekend met het feit... dat Mitch en Jimmy, de vroegere gouverneur van Maanstad, hadden ontmoet. Dat was gebeurd terzelfde tijd toen wij de grote vliegende bol... in de krater Hangar bezichtigden. Wij waren ons er niet van bewust dat de werklieden hun taak hadden volbracht... en waren teruggegaan naar de luchtsluis met achterlating van ons beiden. Bijna op hetzelfde ogenblik waarop Jeff en ik begrepen dat men ons buitengesloten had... op het oppervlak van het asteroïde... gaf het elektronische brein een order aan de gouverneur van Maanstad... die hem noodzaakte Mitch en Jimmy alleen te laten in de toren... van waar zij een vrij uitzicht hadden over de hele asteroïde tot aan de horizon toe. Ziezo, die zijn we tenminste een poosje kwijt, Mitch. Ja, mogelijk krijgen we nu de kans om terug te keren naar Jeff. Laten we eerst de deur eens proberen waardoor we zijn binnengekomen. Goed zo, goed zo. Doet hij niet? Nee, het lijkt er niet op. Is dat weer zo? Nee hoor, geen beweging in te krijgen. Nou, zeg, die deur waardoor die Jack Evans, zoals hij zich noemt, is weggegaan. Nou, laat hem eerst een poosje weg zijn. Hij hoeft helemaal niet te weten dat we achter hem aankomen. Ah, dat zal toch wel niks geven. Of dacht je soms dat hij ons hier had achtergelaten als we eruit konden? Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar misschien kunnen we in contact komen met Jeff. Dat is een idee, ja. Wacht eens, die visiofoon hier... lijkt me precies hetzelfde type als dat in de televisiekamer beneden. Probeer hem eens, Jimmy. Goed. Ja. Ja. Daar komt iets op het scherm. Pas op, Mitch, pas op. Zet af, Jimmy. Vlug. Dat was zowaar de gouverneur in de gang. Ja. Ik hoop maar dat hij ons niet heeft horen praten. Probeer nou eens of je Frank te pakken kunt krijgen. Ja, goed, maar ik ken niks van de cijfers. Nou, dan maar op goed geluk. Vooruit nou, Jimmy. Ja, Mitch, ja. Probeer het nog eens, Jimmy. Ah, we hebben nou al 10 keer het hele vaartuig afgezocht, Mitch. Met dat ding van de televisiekamer is niet te krijgen. Ik geloof ook niet dat het lukt. Ik ben blij dat je er ook zo over denkt. Maar herinner je niet dat Paddy zei... dat hij Jack Evans niet op het scherm kon krijgen... zonder toestemming van de Martiaan? Hé, denk je dat we dat eerst moeten vragen aan dat elektronisch brein? Nee. Zo eenvoudig lijkt het me niet. Kijk eens. Ja. De gouverneur is Jack Evans. Ja. En dus werd het verzoek aan hemzelf gericht. Hij moet de enige zijn die weet hoe je dat ding moet instellen... om het vertrek op het scherm te krijgen dat je wil hebben. Ja, dat deed hij maar alleen als hij er zin in had. Juist, hè? Dat soort dingen wekte bij Paddy natuurlijk de indruk... dat er werkelijk een Martiaan aan boord was. Ja, maar wat moeten we nou doen, Mitch? Nou, die gouverneur hier niet is. Elektronisch orakel laat blijven. Wel verdorie, je zou zeggen dat hij me hoort praten. Bericht van asteroïde 786 aan de gouverneur. Kunt u het opnemen? Hoe kon dat nou niet eens hier? Zeg, ik vraag me af hoe het in zo'n geval zou gaan. Ja? Zou hij de stem van de Martiaan horen... waar hij zich ook bevindt. Het bericht wordt vastgelegd. Wat zegt hij? Ah, zo doen ze dat. Kijk eens op het paneel, Mitch. Daar gaat een rood lichtje branden. Dat is natuurlijk om de gouverneur te waarschuwen dat er een bericht voor hem klaar ligt. Ah. Als hij terugkomt, dan draait hij het af. Ja, natuurlijk zoiets als een bandopname bij ons doen. Ja, me dunkt dat dit instrument op hetzelfde principe berust. Mm-hmm. Maar wat doen we nou, Mitch? Nog eens proberen Frank op het scherm te krijgen? Nou, ik denk niet dat we er veel mee zullen opschieten. Lieve hemel, Mitch! Wat is dat, Jimmy? Kijk eens even daar. Martianen. Waar? Daar, buiten. Aan het oppervlak van de asteroïde 2. Oh, wat zien ze er afschuwelijk uit. Ja, maar ik geloof niet dat dat Martianen zijn. Huh? Ik krijg de indruk dat het mensen zijn in ruimtekostuums. Heb jij ooit zo'n ruimtekostuum gezien? Nee, dat niet. Maar aangepaste mensen moeten ruimtekostuums aan hebben als ze naar buiten gaan. En dat hun kostuums niet op de onze lijken, spreekt vanzelf, dunkt me. Wat zouden die twee daar buiten doen? Een luchtje scheppen of een straatje omlopen?
Ja, wat ze doen, weet ik niet, maar wel dat ze recht op onze uitkijktoren afkomen. Mitch, ja? Mitch, die zijn vast met die vliegende bol van de asteroïde 786 hierheen gekomen en komen ons nou halen. Ja, maar de Martiaan zei toch dat die asteroïde pas over de 48 uren zou aankomen? Nee, hij kan zich vergist hebben. Dat geloof ik niet, Jimmy. Laten we nou toch maar maken dat we hier vandaan komen. En nou wat tenminste nog kan. Ja, als we tenminste hier vandaan kunnen. Laten we nou proberen voordat die kerels of wat het ook zijn hier zijn, Mitch. Nou goed, dan proberen we nu de andere deur. De zenuwen krijg ik. Proberen maar. Ja, doet het. Kom dan mee. Kom mee, Jimmy. Al ben ik bang dat we niet ver zullen brengen. Dit is zeker de suite van Evans, hè? Chique boel, zeg. Ja, nou begrijp ik waar hij op doelde toen hij zei dat we het prettig zouden hebben. Heel wat meer comfort dan voor die arme drommels van aangepaste kerels. Ja. Die hebben alleen maar een bed om te slapen en mogen verder de hele dag werken. Dat zal ook ons lot zijn, Jimmy, als we hier niet vandaan komen. Wat er niet aan denken. Kijk, daar is nog een deur, hè? Laten we die eens proberen. Zouden we deze niet eerst sluiten, Mitch? Ja, doe dat. Beetje veiliger, vind je niet? Zo. Zo. Nou, die spotten dicht, hoor. Dan gaan we dan naar nummer 2 toe. Ja, deze gaat open. Zo. Nou, wat ligt erachter? Een wenteltrap. Die moet hier afgedaald zijn. Ja, dat denk ik ook. Nou, dan volgen we hem. Goed zo. Hé, doe nou. Mit, niet zo vlug met je kan je niet bijhouden, hè? Ja, kom nou maar. Ontstellend, duurt het nou nog lang? Nee, Jimmy. We zijn bijna beneden. Doet u bijna? Zo. Hè? Nou. Oef. Kijk, weer een deur recht voor ons. Ja. En een gang die naar rechts loopt. Probeer die deur eens. Hè? Nee. Gaat het niet? Nee, die gaat niet open. Nou, dan de gang. Ja, kom maar, Jimmy. Ik geloof dat we eindelijk aan het eind van die gang gekomen zijn. Attentie, attentie! Waarschuwing voor het personeel. Het is gevaarlijk verder te gaan zonder beschermende kleding. Beschermende kleding? Wie niet voorzien is van beschermende kleding, moet onmiddellijk teruggaan. Nee. Wat zou dat te betekenen hebben? Ja, ik denk dat het verband had met die deur daar. Laten we nog een eindje dichterbij gaan. Maar langzaam. En voorzichtig. Ja, dat moet mogelijk. Mitch. Ja? Waar zou die deur op uitkomen? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, je zou toch eens kunnen proberen. Attentie, er heeft weer wat te missen, hoor. De deur die u thans nadert komt uit op het oppervlak. Het is gevaarlijk verder te gaan zonder beschermende kleding. Dit is de laatste waarschuwing. Dat is het. Hij bedoelt ruimtekostuums. En die hebben we niet. Nee. Nou. Stop maar, Jimmy. Nou, daar staan we dan. En hoe? Het enige wat we kunnen doen is teruggaan. Geen kans om te ontsnappen. Nee. Wat een idiote geschiedenis. Ja. Mitch, hoor je dat? Hoor je dat? Ja. Een luchtsluis. Ja, daar komt iemand binnen. Dat zijn vast die twee kerels die we buiten hebben gezien. Laten we maken dat we wegkomen. Ja. Heel vlot wegwezen. Lieve hemel, dat... Mitch, daar komen ze. Waarom blijf je nog staan? Kom dan mee vandoor. Ja, wat geeft dat, Jimmy? We kunnen toch nergens heen. We kunnen de trap toch weer opgaan? Ja, als wij dat kunnen, kunnen zij het ook. Ja. Uiteindelijk komen we toch tegenover elkaar te staan. Dat kan net zo goed hier gebeuren en nu. Mitch. Ja. Mitch. Daar is ze. Wat? Er is een gezicht. Kom nou. Om je dood te schrikken. Oh. Hey, kijk eens, Doc. Wie daar zijn? Mitch en Jimmy. Mitch en dan hou je Jimmy. Goed, Jimmy. Laat ze niet merken dat je geschrokken bent. Hey, sorry. Mitch. Ik ben doodkalm. Hoe komen jullie hier? Zeg maar, zijn we hier ergens? Nog één stap en ik verkoop je naar lauw. Ik ben het, Jimmy, ik ben het. Ze horen ons niet, chef. En ze herkennen ons in onze helmen natuurlijk ook niet. Ach, nee, natuurlijk. Laten we onze helmen dan vlug afzetten. Vlug, vlug. Ik ben al bezig. Wat doen ze nou? Hey, Jeff, als je me nou... Waar komen jullie vandaan? Hey. Waar komen jullie vandaan? Dat mag ik jullie wel vragen. Kijk eens even, jij en de dokter. Ik dacht dat jullie een paar Martianen waren. Trouwens, dat dachten we allebei. Ja, wat doen jullie hier? Wat, huh? Wij waren op zoek naar jullie. En wij naar jullie. Buiten? Ja. Je wist toch dat we geen helmen hadden? Ach, nee. We zijn zelf per toeval buiten terechtgekomen.
maar dat vertellen we jullie later wel. Ja, wat jullie te vertellen hebben, kan niks te betekenen hebben bij het nieuws wat wij voor jullie hebben. Nee, Mitch. Wij hebben een vliegende bol ontdekt. Ja, en precies zoals die waarvan jij ons een beschrijving had gegeven. Ja. Als wij weer naar buiten kunnen komen, dan denk ik dat we ermee ontsnappen kunnen. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Ja, en al wat we te doen hebben, is weer bij Frank te komen, naar hangar 5 te gaan en de nodige ruimtekostuums aan te leggen. Goed, maar wacht eens even. Hoe komen we in hangar 5? Ja. Behalve dan langs dezelfde weg waar langs jullie nou binnengekomen zijn. Huh. Ja, daar hebben we ruimtekostuums voor nodig. En die hebben jullie beide alleen maar... Wij hebben niks. Wij gaan terug langs dezelfde weg waar langs jullie hier zijn gekomen. Terug naar Frank bedoel ik. Ja. Nou, daarna zal het heus niet zo moeilijk zijn om weer de weg te vinden naar de bergplaats van die ruimtekostuums. En dan? Nou, dan nemen we daar nog 3 van die kostuums mee. Gaan weer naar de luchtsluis en komen zo in de krater, hangar 5, waar de vliegende bol zich bevindt. Ja, dat klinkt heel aardig, Jeff. Maar er is één maar bij. Wat? We kunnen niet terug naar Frank. Waarom niet? Wel, Jimmy en ik zitten hier gevangen. Gevangen? Nee. Ja, helemaal. We kunnen niet weg en niet terug. Niet verder in alle gevallen dan naar die uitkijktoren boven aan de trap. En wie houdt jullie dan gevangen? Dokter, hou je vast. Heb je vast? Ja. Anders laag je achterover. No? De gouverneur van Maanstad. Ja, dat is niet zo gek. Zeg, jullie hebben een loopje met ons. Nee, echt niet. Ach, kom. Zoiets krankzinnigs had ik zelfs niet eens kunnen verzinnen. Ja, maar jongens, hoe komt hij in zijn hemelsnaam hier? Ja, heel eenvoudig, maar we hebben nou geen tijd dat uit te leggen. Je moet het maar even uitleggen. Nee, nou niet. Daar hebben we de tijd niet voor. Het is dringend nodig dat je voor alles weet op welke manier de Martianen de aarde willen veroveren. Dat jullie weer in de pionier komen, als je tenminste kans ziet die vliegende bol te starten. En dat jullie de aarde waarschuwen dat alle televisiezendstations tot nader orde moeten sluiten. Ben je nou helemaal gek? Ik wou dat dat waar was. Meen je werkelijk dat je die bol kunt laten opstijgen? Natuurlijk, dat is zeker. Nou, zetten jullie dan als de bliksem jullie helmen weer op. Ga terug naar de hangar en maak dat jullie wegkomen. En jullie beiden en Frank hier achterlaten? Hoe zouden wij bij die bol kunnen komen? Het is van veel meer belang dat jullie beiden naar de pionier gaan dan dat wij hier vandaan komen. Nou, stop eens even, Mitch. Zo eenvoudig gaat het niet. Hoezo? Omdat die bol in de eerste plaats berekend is op een bemanning van 8 koppen. En verder hebben we er geen notie van hoe we moeten navigeren. Jij weet ook niks. Nou, wij hopen dat Frank dat weet. Paddy zei immers dat Frank daarin was opgeleid en dat hij precies wist hoe je dat ding moest hanteren, zodat hij ons de nodige aanwijzingen kan geven wanneer we fouten maken. Ja, daar kan ik in komen. En in de tweede plaats zie ik niet in wat het sluiten van televisiezenders te maken kan hebben met een invasie van Mars. Ja, maar wij wel. Ja, maar zeg, tussen die haakjes, waar zit die gouverneur op het ogenblik? Nou, ergens anders in de asteroïde. Maar hij zal wel gauw terugkomen, daar kun je vanaf aan. Daarom, als jullie er vandoor willen, mogen jullie wel voortmaken. We denken er niet aan jullie of Frank hierachter te laten. Nou, dat is wat je verkiest. Als dat je laatste woord... Absoluut mijn laatste woord. Nou, en laten we dan maar teruggaan naar de toren. Dan kunnen jullie daar zelf eens rondkijken. En dan vertellen we jullie precies wat er allemaal is voorgevallen sinds we elkaar voor het laatst hebben gezien. Ik kan het haast nog niet geloven, Mitch. De gouverneur van Maanstad. Ja. Zeg, en is dit nou zoveel als de stuurhut van de asteroïde? Ja, dokter. Ja, en als je het aan mij vraagt, dan is hij het die hier de lakens uitdeelt. Ja, maar van wie krijgt hij zijn opdrachten? Van buitenaf, van de Martianen, zegt hij. Ja, zeg, en heeft hij ook verteld waar hij eigenlijk zit? Nee. Ik denk dat hij dat niet weet. Even min als Paddy dat wist. Zeg, en die Martiaan, dat brein... Zoals jullie dat noemen. Geloof je dat dan nog steeds niet? Het lijkt me te fantastisch. Nou, Jeff, luister. Luister toe. Om hoe laat zal asteroïde 786 hier aankomen? En hoe gaat het met je pa? Kijk, nou reken die het uit, begrijp je wel? Hoe lang duurt dat? Geschatte tijd van aankomst van asteroïde 787 over 7 uur en 34 minuten. Hoe is het mogelijk? Tweede vraag niet begrepen. De stakker heeft nog nooit voor zijn pa gehoord. Het is haast niet te geloven. Ik vind het ontzettend. Over 47 uur en 34 minuten. Meer tijd hebben we dus niet om uit die doolhof hier weg te komen, de ruimtekostuums aan te trekken en in de vliegende bol te stappen. En vergeet niet dat we Frank ook nog moeten halen. Zeg, hoe zijn jullie op deze afdeling terechtgekomen? Nou, door die deur die jou buiten Westen had geslagen. En hebben jullie er dan geen last mee gehad? Nee, hij stond open. We konden zo naar binnen wandelen. In die ruimte daar bevindt zich een reusachtig rechthoekig bouwsel, om het zomaar eens uit te drukken, waarin het elektronisch brein huist. Ja, maar nou begrijp ik waarom dat vertrek zo goed bewaakt wordt. Zeg, maar kunnen we dan niet langs dezelfde weg terug? Vanaf die deur kan ik best de weg naar de televisiekamer vinden. Nee, dat zal niet gaan, Jeff. Waarom niet? Nee, kijk, de enige deur naar dat vertrek die gaat niet open, voor ons althans niet. Meneer Jack Evans die bedoelde het helemaal niet als een grapje toen hij zei dat we gevangen waren, hoor. Oh, zo.
Nee? Zeg, heb je enig idee wanneer hij terugkomt? Ja, over een paar uur misschien, of ja, je weet het nooit, over een paar minuten. Dan moeten we voortmaken, Jim. Ja. Jimmy, kom eens hier. Ja, Jim, ik ben er al. Ga jij naar de kamer hiernaast, haal de lakens van het bed... en trek vervolgens de dekens weer recht, zodat je niet kunt zien dat er iemand aan het bed is geweest. Waarvoor? Ja, geen vragen, Jimmy, doe vlug wat ik zeg. Oké. Waanzin, lakens op bed. Wat ben je van plan, Jeff? Ik denk dat we die meneer Evans, gouverneur van Maanstad, of hoe je zich ook noemt... er wel toe zullen kunnen brengen ons te helpen hier vandaan te komen... zodat we naar de pionier kunnen. Ja, maar hoe dan? Ja. Denk je dat hij in de gaten heeft dat de dokter en ik hier ook zijn? Ja, dat weet ik niet. In alle gevallen is het maar een mens, geen elektronisch brein. Hij kan alleen maar weten dat we hier zijn als iemand hem dat verteld heeft. Ja? Ja, het is ook mogelijk dat hij een visiofoon tot zijn beschikking heeft... en ons bespiedt en luistert naar wat wij op dit ogenblik zeggen. Misschien ook niet. En laten we nou het laatste aannemen en daarna handelen. Oh, dat is Jimmy die terugkomt. Nou, ik heb het hele bed afgehaald, maar er liggen helemaal geen lakens op. Allemaal hetzelfde soort dekens, daarom heb ik deze maar meegebracht. Zeg, probeer eens of die in stukken gescheurd kan worden. Wat een zonde. Ja, vooruit nou! Ja, ja. De dokter, help hem een handje. Ja. Als je het kunt scheuren, maak er dan repen van, hè? Ja, kom Jimmy, kom, we gaan het proberen. Nou, zeg Mitch, vraag jij eens aan het brein hoe lang het duurt om met zo'n vliegende bol van hier naar Mars te komen. Ja. Hier komt een vraag. Hoe lang doet een vliegende bol ongeveer over het traject van hangar 5 naar Mars? Ik hoop dat we er antwoord op krijgen. Ja. Vliegende bollen kunnen van hier Mars niet bereiken. Ja, eigenlijk wisten we dat al. Nou ja, nee, maar ik bedoel die grote vliegende bol. Ja, hoe zouden ze zo'n ding noemen? Dat weet ik niet. Nee. Zeg, ja, dan kunnen we er verder ook niks over vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een behoorlijke voorraad levensmiddelen aan boord heeft... En het is duidelijk dat hij speciaal gebouwd is voor vluchten over grote afstanden. Nou, wat kan het je dan verder schelen? Ik zou graag weten hoe lang we over de reis doen. Daar kan heel wat van afhangen. Waarschijnlijk is een asteroïde als deze in staat zo'n bol in te halen. Ik wil alleen weten of we een redelijke kans maken. Ja, als we nu weg kunnen komen, hebben we in alle gevallen een voorsprong van bijna 47 uren... op ieder ander vaartuig dat ons wil achtervolgen. Ja, dat lijkt wel een hele tijd, maar 1,5 miljoen kilometer is een hele afstand. Ja. Gesteld dat een sneller vaartuig eventueel deze asteroïde ons nakomt... zullen we dan veel aan die 47 uur hebben? Ik wou dat ik je daar antwoord op kon geven, Jeff. Ja, ja. Hier, Jeff. Het is een taai goedje, maar het is ons toch gelukt het stuk te krijgen. Prachtig, goed zo. Nou, en wat is nou de bedoeling? Nou, wat jullie beiden, Mitch en Jimmy, gaan hier tegenover de deur zitten. Als Jack Evans dan binnenkomt, dan moeten jullie meteen zien zoals jullie heeft achtergelaten. Natuurlijk. Jij, dokter en ik gaan hier tegen de muur staan. Oké. Okay. Achter de deur. Als hij dan binnenkomt... Ontsnappingsplannen. Dit was het 15e deel van onze 3e serie luisterspelen over de ruimtevaart, sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkes, een Martiaan, Piet Ekel en de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels. Regie, Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze 3e serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Slaat toe. Een vervolghoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het 16e deel, terugkeer naar Mars. Zo hadden wij, Jeff Morgan en ik, Steve Mitchell en Jimmy Barnett in een der afdelingen van de asteroïde teruggevonden. Wij waren tot de ontdekking gekomen dat wij ons met hen te beschouwen hadden als gevangenen van de man die wij kenden als de gouverneur van Maanstad. Maar voor de inmiddels gestorven Paddy Flynn was de gouverneur de rebel Jack Evans geweest. Maar nu,
bleek hij sedert jaren om bondgenoot van de Martianen te zijn. Toen Jeff, Mitch, Jimmy en ik ons naar de controletoren aan het oppervlak van de asteroïde begaven, welke toren men de stuurhut van het ruimtevaartuig kon noemen, was de gouverneur juist weggeroepen. We mochten derhalve aannemen dat hij van de aanwezigheid van Jeff en mij in de controletoren onkundig was. Uitgaande van die veronderstelling besloot Jeff de gouverneur bij zijn terugkomst bij verrassing gevangen te nemen. Wij scheurden een deken die we in zijn slaapkamer vonden in repen om hem daarmee te kunnen vastbinden. Ja, ja. Hier, Jeff, het is een taai goedje, maar het is ons toch gelukt het stuk te krijgen. Prachtig, goed zo. Nou, en wat is nou de bedoeling? Nou, wat jullie beiden, ja. Mitch die en Jimmy, gaan hier tegenover de deur zitten. Als Jack Evans dan binnenkomt, dan moeten jullie meteen zien zoals jullie heeft achtergelaten. Natuurlijk. Jij, dokter en ik gaan hier tegen de muur staan. Oké. Okay. Achter de deur. Als hij dan binnenkomt... Dan zal je hem hebben. Het werd tijd ook. Ik dacht dat hij nooit meer terugkwam. Stil, Jimmy. En probeer te kijken alsof er al die tijd niks gebeurd is. Ja. Daar is hij. Kijk eens wie die meebrengt. Frank. Hier binnen, Rogers. Meneer Mitchell. Jimmy, jullie waren dus al die tijd hier. Ja, en nu ben jij ook hier. En je blijft hier totdat die andere asteroïde er is. En dan? Dan worden jullie allen naar Mars overgebracht. En vertel me nou maar eens, waar zijn Captain Morgan en Dr. Matthews? Hoe kunnen wij dat weten? We waren immers op zoek naar hen toen we hier terecht kwamen. Hm. Nou ja, dat komt wel in orde. Vinden zal ik ze, vroeger of later. Dat vlug aan de dag, vriend. Zo, die hebben we. Bloed, jongens, bloed. Los. Om goed vast, Jimmy. Ga bovenop hem zitten, Jim. Ja. En zo. Oké. Nou, maar een sterke vent. Help eens je handje, Mitch. Help eens je handje. Zijn handen hier. Achter zijn rug. Zo. Zo. Zo, Thijs. Zo. Nou, staan jullie maar op. Zo, meneer Evans. Hoe voelt u zich nu zelf gevangen genomen is? Hè? Dat zal jullie berouwen. Nou, dat wagen we erop. Die boeien los. Onmiddellijk. Jazeker. Na al die moeite die we hebben gehad om ze vast te krijgen. Wat denken jullie hiermee eigenlijk te bereiken? De macht over de asteroïden. Ach, kom. Jullie hebben geen flauwe notie hoe je ze moet besturen. Ik dacht dat Nicholas degene was die het hersenwerk verricht. We zullen het hem laten doen. Hm? Dat zou je zeker kunnen. Als jullie maar wisten hoe je hem aan het denken moest zetten. Ons plan is een ander. Wij willen hier vandaan in de grote vliegende bol uit hangar 5. Dat zou jullie nooit lukken. Zo, denk je dat? Dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Nou, met jouw medewerking zal het wel lukken, denk ik. Verwacht jij medewerking van mij? Welke dan wel? Nou, jij moet ons vertellen hoe we die deur open krijgen. De weg vinden naar de luchtsluis, waar we de ruimtekostuums willen halen. Voor wie er nog geen heeft. Je moet ons ook wijzen waar onze eigen helmen verborgen zijn. Want we willen onze volledige uitrusting meenemen. Ik vertel en wijs jullie niets. Daar zou ik me nog maar eens over bedenken. Er valt niets te bedenken. Jullie hebben geen schijn van kans. Asteroïde 786 is binnen 45 uur hier. We hoeven alleen maar te weten waar we de ruimtekostuums kunnen vinden. En hoe we dan bij de vliegende bol komen. Dat haalt toch niks uit. Jullie komen nooit ver. Lang voordat jullie in de buurt van Mars zijn, hebben ze jullie al ingehaald. Dat wagen we er ook op. Nou, vooruit. Hoe komen we naar de luchtsluis? Zoek dat zelf maar uit. Denk erom, dit is je laatste kans om samen te werken. Ik denk er niet aan met jullie samen te werken. Zoals je wilt. Dokter. Ja, Jeff. Trek dat ruimtekostuum aan. Oké, waar gaan we heen? Ik denk dat de gouverneur graag een eindje wil gaan wandelen. Aan het oppervlak van de asteroïde. Yeah. Dan kan hij ze rustig bedenken. Maar we hebben geen ruimtekostuum voor hem. Dat is in de muurkast, naast de deur. Het zou niet erg makkelijk zijn je dat aan te trekken, zo aan handen en voeten gebonden. Nee, zeg zeker niet. We zullen ons dan ook niet druk maken over een kostuum voor je. Jij gaat zo mee. Wat zeg je? Zo ja. Mee? Of je moest van gedachten veranderen. Dat doe je niet, dat is maar bluf. Zo, denk je dat? Ja. Jij bent er een man niet naar om iemand te vermoorden. Koelbloedig te vermoorden. Och, wat betekent nou het leven van één mens wanneer het om de vrijheid van de hele wereld gaat? Hm? Kom, dokter. Trek dat kostuum aan. Ja, Jeff. Ziezo, hier ben ik. Zetten we nu al de helm op? Nee, daarmee wachten we tot in de luchtsluis. Anders horen we misschien niet dat de gouverneur ons zegt dat hij ons wil helpen. Ach, bluf. Niks dan bluf. Pak hem op, dokter. Neem hem onder zijn arm en kom mee. Mooi. Deur open, Jim. Keetje. Zo, dank je. Mm. En Frank? Ja, captain. Volg jij eens op de fysiofoon en blijf met ons in contact. Goed, captain. Kom, dokter, we gaan.
Captain meent het toch zeker niet? Hij deed alles alsof ik het wel degelijk meende. Maar zonder ruimtekostuum. Er is buiten immers geen atmosferische druk. Nee. Ach, dat kan hij niet menen. Hij bluft natuurlijk. Nou, als dat het geval is, dan hoop ik maar dat meneer Evans er anders over denkt. Ga aan de visiofoon, Frank. En kijk of je hem te pakken kunt krijgen. Ja, meneer Mitchell. Ja, daar komt een beeld op. Jawel, maar dat is niet wat we nodig hebben. Probeer nog eens. Dat is het, Frank. Dat is de gang die naar de buitendeur leidt. Nou, ze kunnen er nog niet zijn. Nee. Er is niks van hen te bespeuren. Wacht nog even, ze komen wel. Waarschijnlijk zijn ze nog op de trap. Daar is ze. Hallo, Jeff. Hoor je mij? Hallo, Mitch. Hallo. Ja, ik hoor je. Denkt hij nog altijd dat het bluf van je is? Ja, maar hij zal wel heel gauw merken dat hij het mis heeft. Attentie! Attentie! Ah, die Martianen. Het personeel wordt gewaarschuwd dat het gevaarlijk is verder te gaan zonder beschermende kleding. Hoor je die waarschuwing, Evans? Ja, natuurlijk. Je weet wat het betekent naar buiten te gaan zonder die kleding, hè? Allicht. Je vindt het nog steeds goed dat de dokter en ik je zo meenemen naar buiten? Ga je gaan. Denk je soms dat je mij kunt intimideren? Goed, goed. Attentie! Nou komt de laatste waarschuwing. De deur die u nadert voert naar het oppervlak van de asteroïde. Het is gevaarlijk verder te gaan tenzij gekleed in beschermende kleding. Dit is de laatste waarschuwing. En tegelijk jouw laatste kans, Evans. Help ons. Of we nemen je mee naar buiten. Ga je gang. En maak een beetje voort. Dus je weet zeker dat je niet van gedachten veranderen wilt? Denk je heus dat ik zo stom ben, Captain Morgan? Jij bent er helemaal niet naar om iemand te vermoorden. Op deze manier krijg je me niet aan het praten. Breng hem binnen, dokter. En leg hem op de vloer. Goed, Jeff. Sluit dik de deur. Ziezo, Doc. Zet nou je helm op en probeer of Mitch je kan horen. Ik maak mijn helm vast. Hallo, Mitch. Hoor je mij? Ja. Hoor jij hem ook, Jeff? Nee, natuurlijk niet. Die kostuums laten geen geluid door. Je kunt alleen via de radio in je eigen kostuum met hem spreken. Oh, dat kan ik dus doen zodra ik de helm opzet. Ja, maar dan kun je niet meer met mij spreken. Dat is niet erg. Mitch kan het nog altijd via de videofoon. Als je nog iets te vertellen hebt, vertel het maar aan hem. En dan geeft hij het aan mij door. Ik heb niets te zeggen. Oh. Over enkele ogenblikken laten we de lucht uit de sluis ontsnappen. Je weet dat dat voor jou betekent, hè? Je wilt me toch niet laten stikken? Je hoeft niet te stinken. Als je mij maar vertelt wat ik weten wil. Dat durf ik niet. Waarom niet? Omdat de Martianen me dan zullen straffen. Dan sturen ze me voor de rest van mijn leven naar de ondergrondse werkplaatsen. En op Mars kan het voor lang, heel lang zijn. Meer dan het dubbele van een mensenleven op aarde. Maar je hoeft hier niet achter te blijven. Je kunt met ons meegaan naar de aarde. Ach, laat me niet lachen. Jullie komen nooit op de aarde terug. Geen van jullie allen. We zullen het in alle geval proberen. Liever dan hier op de asteroïde blijven. Ik blijf wel liever hier. Goed, dan blijf jij hier. Voor goed. Hallo, dokter. Hallo, Mitch. Ik heb nu mijn helm opgezet. Horen jullie me? Ja. Ja, ik ook. Nou is het jouw beurt, Mitch. De gouverneur kan ons niet meer horen, maar jou nog wel. Neem het van me over. Best, Jeff. Evans. Ik luister. Wil je ons helpen? Om dan tot de ondergrondse werkplaatsen veroordeeld te worden? Dat wou je toch ook met ons doen, hè? Ik vertik het. Hij zegt dat hij het vertikt, Jeff. Ook goed. Vooruit, Madoc. Laat de lucht ontsnappen, maar langzaam. Ja, Jeff. Ziezo. Over 5 minuten is alle lucht eruit. Ach, bluf. Louter bluf. Jullie laten toch niet alle lucht ontsnappen? Oh, denk je van niet? Wacht dan maar af, vriendje. Maar begrijpen jullie dan niet dat ik jullie niet helpen kan? Al kost het me mijn leven. Oh, dat leven voor jou is alles niet veel meer waard op het ogenblik. Nou, hoe denk je erover? Zet die ontluchtingskraan af. Word je nou toch zenuwachtig, hè? Zet hem af. Captain Morgan. Zet hem af! Kan nou maar niet zo, de captain hoort het toch niet. De lucht is nu ongeveer zo ijl als op de top van een hoge berg. En ze wordt steeds ijler. J-
Jullie kunnen dit niet doen. We doen het toch maar. Hou op. Hou op. Ik zal doen wat jullie willen. Ziezo, Jeff. We zijn zover. Hij spart ons niet meer tegen. Zo, kijk eens even. Hij transpireert alsof hij in de Turks bad zit. Ik zal alles doen wat jullie verlangen. Braaf, zo moeten we het hebben. Hallo, dokter, hallo. Laat de lucht er weer in. We gaan terug. Goed, Jeff. En Mitch? Ja? Zet de visiofoon maar af. We zijn zo weer bij jullie. Goed zo. Zet maar af, Jan. Wat ben ik blij dat hij heeft toegegeven, zeg. Nou, ik dacht niet dat hij het zou doen. Nee, ik ook niet. Ja, en wat dan nog? Er was nog bijna geen lucht ontsnapt. Wat zegt u? Ja. Het zag er anders naar uit alsof de gouverneur haast niet meer kon ademhalen. Zo zie je wat verbeelding kan doen. Jeff blufte inderdaad. Maar de gouverneur was er vast van overtuigd dat de luchtsluis bijna leeg was. En dus reageerde hij op een wijze alsof dat inderdaad het geval was. En dat was maar gelukkig ook. Zo. Zet hem op die stoel, dokter. Ja. Zo. Maken jullie me nu los? Nee, nu nog niet. Straks misschien, als je blijk hebt gegeven ons inderdaad te willen helpen. Zeg maar wat ik doen moet. Hoe krijgen we die deur daar open? Die wordt bediend door middel van een knop op het controlebord. Die rij rode knoppen. De vierde van links. Ah. En dienen al die rode knoppen om deuren te openen en te sluiten? Ja. Sommige kunnen alleen hier worden geopend en gesloten. Welke? De deur bijvoorbeeld die toegang geeft tot het vertrek waar het brein is opgesteld. Oh, is dat die deur die een schok geeft? Ja. En hoe kunnen we dat verhinderen? Door op die groene knop vlak boven die rode te drukken. Juist. Mooi. En hoe vinden we nou de weg naar de luchtsluis waar de ruimtekostuums zich bevinden? Nou, dat is tamelijk ingewikkeld. Maar als u iemand van de bemanning van de Bol opdracht geeft u op een bepaalde plaats te treffen, dan kan u daarheen brengen. En ook weer terug? Ja, natuurlijk. Ja. En als ik er iemand heen stuur, kan ik die dan met de visiofoon volgen? Ook dat, ja. Goed, ja. Nou, dan zullen we eens kijken in hoeverre je de waarheid hebt gesproken. We zullen eerst proberen de deur van dit vertrek waarin het breinhuis te openen. Ja, dat gaat. Goed zo. Mitch, we nemen de dokter mee, ga tot bij die deur en wacht daar. Oké, en dan? Tegen dat je er bent, moet er een aangepaste staan wachten om jullie te brengen naar de bergruimte van de kostuums. Neem er drie mee en kom dan terug hier. Begrepen. Kom, ga je mee, dokter? Ja, Mitch. Frank, bedien jij de videofoon en houd ze in het oog. Als er iets niet naar wens gaat, waarschuw me dan onmiddellijk. Ik heb u precies de waarheid verteld. Dat is uw geraai ook. Nou, wat moet ik nu doen om te bereiken dat een aangepast lid van de bemanning bij die deur op Mitchell en de dokter staat te wachten? Oh, dat is heel eenvoudig. Druk op die knoptij op het linkerpaneel en spreek vervolgens in die richting. Dan wordt je bevel opgevolgd. Hallo Jeff, hoor je mij? De dokter, Captain. Huh? Ja, ik kom. Hallo Doc, hier is Jeff. We hebben de kostuums. Ja, dat zie ik. Is er soms nog iets voordat we terugkomen? Ja, Doc. Ik herinner me dat ik daar ook ergens een stelletje metalen staven heb zien liggen. Ja, dat komt uit. Ze liggen hier nog. Joost mag weten waarvoor ze eigenlijk dienen. Nou, ik weet waarvoor ik ze gebruiken kan. Breng er een stuk of zes van mee. Goed. En kom nu zo vlug mogelijk terug. Ja. Als je aan de toegangsdeur hierheen bent gekomen, ja? Zeg dan tegen die aangepaste knaap dat hij terug moet gaan naar zijn afdeling. Oké, tot straks dan. Ja. Ziezo, Evans. En nou is er nog het een en ander wat ik graag wil weten. Zeg het maar. Die asteroïde die op weg is hierheen. Hoe kan die ons vinden? Die wordt hierheen geloodst op een radiogolf die wij uitzenden. Ah. En waar bevindt zich de zender die dat doet? Dat is dat ding daar. Ja. Kun je hem afzetten? Nee.
Hij begint automatisch te werken zodra deze asteroïde defect raakt. En houdt er pas mee op wanneer de schade hersteld is. Oh, ja. Ja. Ja, hoe wordt eigenlijk de koers van deze asteroïde bepaald gedurende de vlucht? Doe jij dat? Nee, de besturing geschiet op afstand, radiografisch. Er worden hier radiosignalen ontvangen die aan het brein beneden worden doorgegeven. Dat verwerkt ze dan tot bevelen die ik in gesproken taal ontvang. Het elektronisch brein? Ja. En dan geef jij die bevelen weer door aan de bemanning? Inderdaad. Dus, als het brein op een gegeven moment zou ophouden te functioneren, dan zou de asteroïde stuurloos door het heelal drijven. Ja. En als de loodsgolf zou worden afgesneden, zou nummer 786 dan nog de weg hierheen kunnen vinden? Niet gemakkelijk. Dat zou alleen kunnen als hij betrekkelijk dichtbij was. Maar is hij nou nog ver van ons vandaan? Ja, dat moet wel. Hij kan zeker niet binnen de 30 uren hier zijn. Zo. Goed. Nou, nog één punt. Kan die grote bol in hangar 5 van hier tot Mars vliegen? Ja, dat kan. Maar het is een langzame oude kist vergeleken bij de asteroïde. Hoeveel tijd zou je nodig hebben om Mars te bereiken? Dat kun je beter aan het brein vragen. Dat heb ik al geprobeerd, maar zonder resultaat, omdat ik niet weet hoe die grote bollen genoemd worden. Oh, dat zijn bemande lange afstandsvaartuigen. Bemande lange afstandsvaartuigen. De door jou bedoelde is nummer 7. Nummer 7. Vraag maar aan het brein wat je ervan wil weten en je ontvangt de verlangde inlichtingen. Wat zo? Vraag. Hoe lang doet het bemande lange afstandsvaartuig nummer 7 over de afstand van hier naar Mars? En is het momenteel in goede startconditie? Nou, die tweede vraag was overbodig. De grote vliegende bollen zijn altijd startklaar. Daar wordt voor gezorgd. Het zijn een soort reddingsboten. Ze kunnen volledig bemand, desnoods een half jaar lang door de ruimte varen. De geschatte reisduur voor een lange afstandsvaartuig van hier naar Mars is 3 dagen. Nummer 7 is startklaar. 3 dagen dus. En hoe lang duurt deze asteroïde erover? Wanneer ze helemaal in orde is? Ongeveer 1,5 dag. Kunnen we nu niet mee naar Mars? Nee, je weet toch dat die defect is? Oh. Dus als we nu onmiddellijk vertrekken, dan duurt het nog bijna 2 dagen voordat iemand ons achterna komt. Dat wil dus zeggen dat we op Mars 1,5 dag lang de vrije hand hebben. Ja, maar waarom wil je eigenlijk terug naar Mars? Daar heb ik mijn goede reden voor. Die ik jou nog liever niet aan je neus hang. Je weet natuurlijk niet dat er op het ogenblik waarop de vliegende bol de asteroïde verlaat, automatisch een waarschuwingssignaal wordt uitgezonden naar Mars en naar alle onderdelen van de invasievloot. Binnen 1,5 uur zitten ze achter je aan. En als dat automatische signaal niet wordt gegeven? Dan zou natuurlijk niemand er iets van weten. Maar dat signaal wordt gegeven, reken daar maar op. Door jou? Nee. Ik heb toch al gezegd dat het automatisch wordt gegeven. Dat toestelletje daar zendt voortdurend signalen uit naar het hoofdkwartier op Mars en naar de vlaggenschepen van de invasievloot. Ze weten precies wat er hier gebeurt. Geen enkele bol mag een asteroïde verlaten, tenzij op commando. Op hetzelfde ogenblik waarop je start, stromen de vragen binnen. En als die dan niet beantwoord worden? Nou, dat is nog nooit gebeurd. Zo. Nou, dat gebeurt dan nu. Hoe wil je dat dan verhinderen? Dat zul je wel zien. Is dit het enige controlebord dat gebruikt wordt voor de berichtwisseling met het aangepaste perstoneel beneden? Ja. Goed. Ja, de dokter en Mitch. Hier zijn de ruimtekostuums, Jeff. Ja, en hier de metalen staaf. Zo. Waar heb je die voor nodig? Zijn ze stevig? Nou, onmogelijk te buigen. Mooi. Juist, en geef ons nu allemaal een kostuum. Dan trekken we dat nu aan. En onze eigen kostuums? Nemen we mee, niet achterlaten. Oh. Zeg, Evans, je hebt eens verteld dat onze helm hier zijn wijzer gelaten. In de kamer hiernaast, in de kast. Haal ze maar, Jim. Kijk. Ik begrijp niet waarvoor we die Martiaanse kostuums nodig hebben. Als de onze nog compleet zijn. Ja, maar we weten niet of ze nog in goede staat zijn. Ze kunnen wel beschadigd zijn. Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Ach, Doc, wil jij Frank even een handje helpen? Ja. Hij schijnt er niet goed mee overweg te kunnen. Oh, ja, graag. Nee, wacht even, Frank. Zo gaat het niet. Eerst het onderste. Hier zijn ze, de helmen. Ze waren er gelukkig nog allemaal. Prachtig, leg ze maar neer. Dan zal ik je in dit kostuum helpen. Nou ja. Wat? Moet ik dat dan trekken? Ja, als je tenminste mee wilt. Wat heb je er tegen? Nou kijk, de koepen valt me niet. Het is niet mijn soort genre. Nou, op met je idiote onzin. Zo. Ja, even omhoog je schouder. Juist. En ik. Zo. Ja, is iedereen klaar? Ja. Zetten we de helm nog niet op? Nee, nog niet.
Zo, en nemen jullie nou ieder zo'n metalen staaf. Hmm. Ja, dat gaan we doen. Ja, iedereen. Ja, ook mee, Cesar. Ziezo, Jim. Jij neemt die hoek van het vertrek daar. En sla alles in gruzelementen. Wat? Die prachtige apparatuur? Ja, die prachtige apparatuur is in staat ons een hele vloot Martiaanse asteroïden op ons dak te sturen als we die niet vernielen. Oh. En jij, Frank, jij neemt de visiofoon voor je rekening. Oké, okay, Captain. Dokter, Mitch, wij drieën zorgen voor dit stel. Hoi. Nou, sla het op. Nou, daar gaat hij dan. Ja. We hebben een wakker geslagen. Alarm! Alarm! Ja, ja, zo'n alarm heb je nog nooit meegemaakt, hè? Zo, zo, dat zal wel voldoende zijn. Ja. Zo, laat nou maar eens iemand proberen de zaak weer op de gang te krijgen. Alarm! Kop toe! Alarm! Kop toe, zeg ik! Zo. Ha. Dan zal hij wel genoeg hebben. Alarm! Nou. Wie dood is, moet zijn mond houden. Nou, Evans. Nee, ik denk dat jouw hoop op contact te krijgen met de buitenwereld nog wel vervlogen zal zijn. Je bedoelt dat je mij niet meeneemt? Juist. Maar dat moet u doen. Als ik hier blijf, sturen ze me naar een van die ondergrondse werkplaatsen. Dat wou jij ons toch ook aandoen, is het niet? Ja, maar dat kunnen jullie mij toch niet aandoen? Kunnen we dat niet? Oh nee, moet jij eens opletten. Maak me dan tenminste los voordat je weggaat. Zeker om je de gelegenheid te geven onze start misschien te verhinderen. Maar er is geen mens die weet dat ik hier ben. Je laat me verhongeren. Toch niet. De dokter heeft het aangepaste personeel bevolen over 24 uur hier rapport te komen uitbrengen. Dan kan je een opdracht geven je los te maken. Nou, ziezo, mannen. Wij gaan. Eerst de trap af en dan de hangar 5. Zetten jullie even je helm op, dan proberen we de radio. Hoor je me, Jeff? Hallo, hallo, ja, Doc Inc. Heel harde. Ja, hier is Mitch. Ja, goed zo, Mitch. Hoor je mij ook, Jeff? Ja, Jim. Oh. En dit is Frank Rogers. Goed zo, Frank. Nou, kunnen jullie naar beneden? Kom jij niet mee, Jeff? Ik blijf nog even om een woordje met de gouverneur te wisselen. Goed. Wacht, wacht. Kom terug. Jullie mogen me hier niet alleen achterlaten. Wil nou maar niet, want we horen het toch niet. Captain Morgan. Captain Morgan. Laat me hier niet achter. Captain Morgan. Ja. Captain. Wou je nog wat zeggen? Ja, als u me meeneemt, kan ik van veel nut voor jullie zijn. Oh, maar welke zekerheid hebben we dat jij je niet in verbinding stelt met de Martianen en ze op de hoogte houdt van ons doen en laten? Ik beloof je dat ik dat niet zal doen. Ik geef je mijn erewoord. Je kunt me boven in de bol opsluiten. Daar kan ik me met niemand in verbinding stellen. De radio is immers beneden in de stuurhut. Ja, en als we eenmaal op Mars zijn geland? Daar zal het voor mij even gevaarlijk zijn als voor jullie. We zitten nou eenmaal in hetzelfde schuitje. Goed, dan maak ik je los. En dan trek je dat kostuum aan en loop voor me uit naar de trap. Ja, ja, graag, ja. Natuurlijk. Wij daalden de trap af en liepen door de lange gang naar de luchtsluis die naar het oppervlak van de asteroïde voerde. Vandaar liepen wij naar hangar 5. We moesten die omweg wel maken, omdat het sluitingsmechanisme van de verbindingsdeur tussen de luchtsluis en de hangar niet meer werkte, zodat ze onwrikbaar vast zat. Terwijl wij over het ruwe oppervlak van de asteroïde voortliep, kwam opeens de zon op en zette het hele rotsachtige landschap in een schitterend wit licht, waartegen de lange, gitzwarte schaduwen scherp afstaken. Wij kwamen bij hangar 5 en daalden voorzichtig langs de steile kraterwand naar beneden. Daarop begaven we ons naar de grote bol die midden in de krater stond, opende de buitendeur ervan en klommen naar binnen. Zijn luchtsluis bood juist voldoende ruimte voor ons vijven. Na de buitendeur weer te hebben gesloten, lieten wij de luchtsluis vol stromen, opende de binnendeur en traden de ruime stuurhut binnen. Ziezo, nou kunnen we onze kostuums weer uittrekken. Sir Jim? Ja? Als iedereen zijn kostuum uit heeft, pak jij dat hele zaakje bij elkaar en bergen naar de zolder. De zolder? Ja. Hoeveel hoog is het hier dan wel? 4 hoog. En dan loopt hier zo'n wenteltrap door die centrale zuil. Op iedere etage is een portaaltje met een deur. Ah, ja, ja, ja. Op de bovenste etage, dat is dan de zolder, vind je 8 smalle muurkasten. Daar kun je de ruimtekostuums dus bergen. Oké, kom jongens, geef de pakjes maar op, de ruimings op.
Wat moet ik nou doen? Nou, jouw idee om voorlopig boven te blijven lijkt me uitstekend. Ga maar met Jimmy mee. En blijf dan daar tot ik je toesta naar beneden te komen. Moet ik jullie dan niet helpen bij het op gang brengen van het vaartuig? Nee, dat is niet nodig. Frank weet er alles van. Maar goed. Ik zal tot nader orde boven blijven. Wanneer denk je te starten? Zodra onze ruimtekostuums onder de voeten uit zijn. Je vertrouwt mij nog steeds niet, is het wel? Daar heb ik alle reden voor. Nou, ga dan naar boven en blijf daar voorlopig. Goed. Maar als jullie mijn hulp nodig mochten hebben, vraag dan gerust. Zo. Ja. Dat is alvast mijn help. De rest krijg je aanstonds, zodra ik eruit kan komen. Zeg dat wel niet. Het is gemakkelijker in die wapenuitrusting te komen. Dat leg uit. Frank. Ja, kapitein. Zeg, Frank. Volgens Paddy ben je opgeleid tot lid van de bemanning van die bollen. Is dat zo? Daar herinner ik me niks van. Nee, natuurlijk niet. Je was destijds aangepast. Ja, maar toch komt die stuurhut hier me even bekend voor als mijn eigen huiskamer in dat tijd op aarde. Oh, je weet dus waar al die knoppen en hendels verdienen. Kun je ermee omgaan? Jawel, maar ik kan niet beide controleborden tegelijk bedienen. Dat begrijp ik. Maar jij kent toch de bediening van allebei, hè? Ja, captain, dat denk ik wel. Goed. Dan moet je ons eerst eens uitleggen hoe al die dingen bediend worden. Oh, dat is dood eenvoudig, captain. Prachtig. Zodra de anderen klaar zijn, beginnen we. Gaan we starten? Ja, dok, dadelijk. We beginnen heel langzaam. Eerst een eind recht omhoog voordat we proberen koers te zetten naar Mars. Nou, de camera heeft een hele cirkel beschreven, maar er is niets of niemand te zien dat ons hinderen kan. Goed, dan starten we. Frank, stijgen. Maar langzaam. Er gebeurt nog niks. Er komt nog geen beweging in. Oh, wacht eens even. Ja, we starten. We zijn los, maar heel langzaam. Hou zo, Frank. Heel langzaam is voorlopig vlug genoeg. Ja, captain. Hoogte 2 meter en stabiel als een rots. Zet de televisiecamera aan de vloer aan, Jim. Zodat we recht omlaag kunnen zien. Komt-ie. Ja, heb je de bodem van de krater? Hoogte 4 meter. Frank, stijgsnelheid iets opvoeren, maar voorzichtig. Stijgsnelheid wordt opgevoerd. 8 meter. 10. 12. 15. 20. Vierhonderd, vijfhonderd, zeshonderd. Ja, hou hem op deze hoogte, Frank. Voorlopig genoeg. Hé, kalm aan, Frank, wat doe je nou? Oh, neem me niet kwalijk, Jimmy. Ik remde een beetje te sterk af. Ah, dat merk ik. Ik vloog met mijn hersens bijna tegen het plafond. Graag. In elk geval gaat alles goed tot nog toe. Nu gaan we koers bepalen. Ben jij klaar, Mitch? Ja, Jeff. Als Jimmy me maar het beeld van de hemel wil geven. Tot nu toe zie ik niks anders dan het oppervlakte van de asteroïde. Gehoord, Jim? Ja hoor, ik krijg het beeld. Ik ben al bezig met overschakelen op een andere camera. Ah, ja. Nu verandert het beeld. Nou zie ik de hemel. En daar heb je Mars. Breng hem midden op het scherm, Jimmy. Ja, komt-ie. Je bent er bijna. Ja, hou maar. Hou we zo. Ziezo, we liggen op koers. Zeg, weet je wel zeker dat dat ding hier naar Mars vliegt? Alleen maar doordat we Mars midden op het scherm houden? Volgens Frank wel. Waarom? Nou, omdat het met de motor lijkt aan waar te zijn. Ja, nou op koers liggen, gas geven. En dan kijken wat het wordt. Nou, vooruit maar, Frank. De grootste versnelling die we zonder ongemak kunnen verdragen. Blijf ook de asteroïde in de gaten houden, Jim. Ja, wat dacht je? Contact. Goed zo. We laten de asteroïde tenminste weer achter ons. Houden we nog steeds de goede koers? Ik denk van wel, recht op Mars aan. Nou, we zijn in alle geval zonder kleerscheuren weggekomen. Ah, juich niet te vroeg, hoor. Volgens dat elektronisch brein duurt het 3 dagen voor we op Mars zijn. Wie weet wat er in die tijd allemaal nog kan gebeuren. De hele Martiaanse vloot kan ons bijvoorbeeld wel achterna komen en ons te pakken krijgen ook. Kijk, dat is nou wat ik altijd zo sympathiek van je vind, Jimmy. Ja. Altijd even vrolijk en optimistisch. Ja, hè? Ja.
Goed tot hier, Doc. Best, Jeff. De snelheid blijft constant. Mooi. En hoe lang nog voordat we dicht genoeg bij Mars zijn om in een vaste baan eromheen te gaan liggen? Nog maar een paar uurtjes. Nee. Tussen haakjes, hoe is het boven? Frank en Mitch slapen. En de gouverneur? Nog altijd hetzelfde. Oh. Hij ligt maar in zijn kooi en staart somber voor zich uit. Hij stelt zich voor dat er bij onze landing op Mars een heel regiment aangepast en klaar staat om ons te verwelkomen. Nou, hoe zouden ze kunnen weten dat wij op komst zijn? Nou, hij zegt dat de reparatie-asteroïde inmiddels bij nummer 734 moet zijn aangekomen. En men heeft dus geconstateerd dat nog wij, nog hij maar aan boord zijn. En dat deze bol er niet meer is. En dat dit alles naar Mars geseind is. Het idee in handen van de Martianen te vallen lokt hem zeker niet erg aan. Nee, en daar heeft hij ook alle reden voor, Doc. De straf voor plichtverzuim schijnt op Mars heel zwaar te zijn. Dat zegt hij tenminste. Ja, als er eens een plicht heeft verzuimd, is hij het wel. Ja, en daarom zou hij ook liever teruggaan naar de aarde. Zelfs al staat hem daar een vervolging wegens hoogverraad te wachten. Ja. Alleen is hij er vast van overtuigd dat niemand van ons ooit de aarde zal weerzien. Zo. Maar als ik er iets aan kan doen, valt hij ook niet meer in handen van de Martianen. Daarvoor is hij van veel te groot belang voor ons. We zullen hem wel goed in de gaten moeten houden bij de landing, Jeff. Oppassen dat hij er niet eens van uitknijpt. Nou, ik geloof niet dat hij dat zou proberen. Als je tenminste mag geloven wat hij zegt. Nou, als je mij vraagt, dan kunnen we er nog niet de helft van geloven. In alle geval hou hem in de gaten, Doc. Ja. Maak je maar geen zorgen over. Als Havik. Hé, Jeff, kom eens hier. Hè? Ja, ik kom. Wij spreken elkaar straks wel verder, Doc. Ja, goed, Jeff. Zijn je moeilijkheden, Jim? Nee, nee, dat niet. Maar ik dacht dat je graag de televisie wel eens wilde zien. Kijk eens, we zijn er zo dicht bij Mars dat hij het hele scherm voelt. Ja, voor een paar uur landen we daar. Midden in het Mare Australis. Nee, en dan? We landen naast de pionier. Gaan erheen, zetten de radio aan, maken contact met de aarde en delen mee dat alle televisiestations onmiddellijk moeten worden gesloten. Ik zie het zal doen. Ze zullen het wel moeten doen. Je weet wat er gebeurt als ze het niet doen. Ja, ik hoop dat we erin slagen en ze daarvan te overtuigen, Jeff. Overigens help ik je hopen dat de pionier nog op de plaats is waar we ze hebben achtergelaten, hè? Ik denk niet dat de Martianen zich interesseren voor zo'n antieke kist als de pionier. Antiek? Nou ja, antiek voor hen niet. Voor ons was de pionier toch het allermodernste, het meest comfortabele wat er op het gebied van de ruimtevaart te vinden was. Ja, je zult nou toch wel inzien dat de aarde lelijk achter is wat betreft de mogelijkheid om door het heelal te zwerven. Zeg, moet ik aannemen, Jeff, dat ze op aarde nog altijd luisteren of ze ons te pakken kunnen krijgen? Ja, waarom niet? Zo lang zijn we toch nog niet uit de ether. Zo vlug zullen ze toch niet hebben opgegeven. Ook niet als de invasie intussen heeft plaatsgehad. Maar dit is toch nog niet gebeurd? Ja, er kan van alles gebeurd zijn, zie je van Mars weg zijn, hè? Jij bent moe, Jim. Ga je wat slapen? Zo de hele tijd naar het schermpje te kijken. Nou, laat mij het maar overnemen. Nou, wacht voor mij, doet minstens nog een uur. Nou, laat maar, ik neem het over. Ga wat rusten boven. Toen ben je een fidele ventje. Veel rust zul je toch niet krijgen. Oh. Iedereen zal naar beneden moeten komen voor de landingsmanoeuvre, lang voordat jij je slaapje uit hebt. ...2500... ...400... ...300... ...200... ...1000... ...1900... ...1800... ...1700... ...1600... ...1500... ...1400... Andere camera aan, Jim. Grondzicht. Ja, komt het beeld. En daar heb je de pionier. Zie je wel? Nog precies zoals toen we hem hebben verlaten. Ja. Het wrak van de vrachtvaart ligt er ook nog naast. Valt er niks te zien waaruit je kunt opmaken of er iemand bij is geweest? Voor zover ik zien kan, nee. Maar we zijn nog vrij hoog. Ja, maar we dalen snel. Kalm aan een beetje, Frank. Zet hem zachtjes neer, hè? Zeker, kapitein. 600. 500, 400, 300, 200... Langzamer, Frank. Langzamer kan haast niet meer, Captain. Alles nog veilig beneden, geen kip te zien. Alleen maar de pionier en de vrachtvaarder. Ja, we zijn er bijna. Nog een paar meters. Denk om de schok. Schok, wat voor schok? We zijn en we zijn geland. Hey. Ik moet zeggen dat ik het haast niet heb gevoeld. Je kranen gedaan, Frank. Ik heb prima landing. Ja, ik zou het niet beter hebben gedaan. Zo. Nou, jongens, we hebben geen ogenblik te verliezen. We gaan direct naar de pionier. Ja. Allemaal? Nee, twee van ons. Als er iets mis mocht gaan, zijn er in alle geval nog drie over. Oh. Op dat ogenblik althans. Ja, je neemt Jimmy natuurlijk mee. Ja, natuurlijk. Ik heb hem voor nodig om de radio op gang te brengen.
Ja, wat we verder kunnen bereiken of niet, contact met de aarde moeten we in alle geval zien te krijgen. Nou, ik krijg niet de indruk dat jullie je ongerust hoeven te maken. Er staat geen feestcomité op jullie te wachten. Ja, je ruimtekostuum, Jim. Trek het aan. Ja, komt in orde, Jeff. Zeg, Doc, hou jij de gouverneur in de gaten. Zorg ervoor dat hij niet in de gelegenheid komt zich met een van zijn oude vriendjes hier te verstaan. Zeg dat wel, oude vriendjes. Hallo, dokter, hallo. Hoor je me? Ja, Jeff. Ja, en we zien je ook. Goed. Dan gaan we nu naar de pionier. Zeg, hoe gaan we nou naar binnen, Jeff? Door de deur van het vrachtruim? Nee, Jimmy, hoofdingang. Maar die is er aan de andere kant. Ja, wat zou dat? We kunnen toch met de dokter en Mitch blijven praten, ook al zien ze ons niet. Nou, goed, goed. Dan gaan we door de hoofdingang. Hallo, Doc. Hoor je ons nog? Ja, Jeff. Geen vuiltje aan de lucht. Prachtig. We zijn nu bij de hoofdingang. Hé. Hey. Hé? Wat is er nou? Iets niet in orde, Jeff? Nee. Ja. Nee. De deur is open. Ja, natuurlijk. De dokter had hem toch net geopend om jou en mij binnen te laten toen we werden opgepikt en naar de asteroïden werden overgebracht. Herinner je dat niet meer? Nee. Nou ja, wat geeft dat nou? Het bespaart ons de moeite om nou open te maken. Kom, ga mee. Dan gaan we naar binnen. Ja, nou, vooruit maar, Jim. Yo. Nou, ik klim nou weer de luchtsluis. Zegt hij net alsof je na een lange, natte, saaie vakantie weer thuis komt. Hé! Hé, hey, dat is het, Jim. Kom maar eerst eens in. Dan kun je het zelf zien, Jeff. Wat? Maar, hoe kan dat? Wat is er nou weer, Jeff? De binnendeur is ook open. Wat? Die van de luchtsluis bedoel je? Wie spreekt dan nog van een luchtsluis? Ja, wat klets je nou? Dat kan toch niet? Eén deur moet altijd dicht zijn, anders kan de andere immers niet open. Nou, onmogelijk of niet, ze staan allebei wagenwijd open. Dan kunnen we onze ruimtekostuums nu niet uittrekken. Ja, dat geeft niet, dat geeft niet. Ik kan de radio desnoods bedienen met bokshandschoenen dan. Nou, laten we dan naar de cabine gaan, hè? Maar, ik wil wel eens aan de... Wil je wel eens aan de gang zien? Maar nou ga ik voorop. Goed, ga je gang. Lieve hemel! Nou ja, blijf je nou zo. Nou, kom jij dan nou eerst maar eens in. Dan zie je het zelf. Huh? Nou, vrouw Jeff, wat is er nou weer? Lieve hemel, de deurwaarder is geweest. Verdraait nog aan toe. Zeggen jullie nou eindelijk eens wat er aan de hand is? Doet de radio het soms niet meer? Wat, het niet meer doen? Laat me niet lachen. Er is helemaal geen radio meer. Wat zeg je? Nee. Zeg je daar? Er is praktisch niks meer. De hele zaak is leeggehaald. Geen instrumenten, geen kooien, geen kasten. Alles is eruit gehaald. Alleen maar kale wanden. Alles is weg. Ja. En daarmee ook de kans om ooit nog met de aarde in contact te komen. Terugkeer naar Mars. Dit was het 16e deel van onze 3e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Frank Rogers, Paul van der Lek, de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels en de Martiaan, Piet Ekel. Regie, Leon Povel.